Top. Hoi, welkom allemaal bij de Zoom Talkshow Meer Feminisme van GroenLinks. En vanavond gaan we in gesprek over waarom feminisme nog steeds heel hard nodig is. En doe vooral actief mee, stel je vragen, steek je handje op, laat iets achter in de chat. Dat zie ik allemaal en dat zien de rest van de mensen ook in dit prachtige sprekersveld. En dan kunnen we een hele mooie, productieve en interactieve avond hebben met elkaar. We hebben de komende 1,5 uur in verschillende onderwerpen opgedeeld. We gaan van recht op abortus naar het verschil in zorg, de loonkloof, economische gelijkheid en diversiteit en representatie met heel veel hele fantastische sprekers. Onder andere Europarlementariër Kim van Sparretak, oud-Youth Ambassador Sexual and Reproductive Health and Rights, Usine van de Beek, hoogleraar Angela Maas, Kamerleden Susanne Kruger en Devin Ostok, kandidaat Senna Matouk, Milka Yaman, Ipo Ranshuizen en GroenLinks-bestuurslid Iman Nadif. En ik plak het allemaal een beetje aan elkaar. Mijn naam is Samia Hafsaoui. En vandaag was de Women's March anders dan normaal natuurlijk. Op gepaste afstand in het echt. Maar heel veel mensen hebben ook digitaal meegedaan. En morgen is het Internationale Vrouwendag. International Women's Day. Omdat het nog steeds heel belangrijk is dat we aandacht vragen voor vrouwenrechten. Ik denk dat we maar gaan beginnen. Ik heb er echt zin in. Ik wil iedereen spreken. Ik wil iedereen horen. We bijten het spits af met een discussie, een panelgesprek over abortus. Kim van Sparretak en Justine van de Beek, waar zijn jullie? Hallo. Unmute yourself. Hey, Hallo. hallo. Hoe is het met jullie? Hey. Goed. Volgens mij heeft Kim fysiek op de Women's March gestaan. Ik helaas niet dit jaar, maar Kim, ik hoe heb was het een het? beetje meegekregen. Ja, het was heel goed. Ik wou net zeggen, ik ben weer warm. Het was ook koud. Maar het was echt heel erg mooi. Normaal gesproken loop je met de Women's March natuurlijk echt met, wat ik het, 15.000 mensen of zo door de straat. En nu waren het 500 mensen in een park. Iedereen stond op een steep op afstand van elkaar. Maar op de een of andere manier, misschien juist omdat, weet je, door corona je minder contact hebt met andere mensen. Was dat gevoel van zusterschap, van samen strijden voor gelijke rechten voor iedereen, volgens mij nog veel sterker. En ik heb zelf misschien ook wel, maar ook andere mensen wel een klein traantje zien laten bij sommige speeches. Het was echt heel erg mooi. Zou je misschien een beetje meer kunnen vertellen over de speeches? Waren er bepaalde thema's die dit jaar heel erg naar voren kwamen, bijvoorbeeld? Nou, eigenlijk was het thema was spreek je uit en gebruik je stem. En dan letterlijk als in spreek je uit voor bepaalde zaken, maar ook om ervoor te zorgen natuurlijk dat iedereen gaat stemmen. En dan op een partij die gelijke rechten belangrijk vindt. Er waren fantastische sprekers uit allemaal verschillende groepen. Er was ook een klimaatfeminist die echt ontzettend krachtig de link tussen het belang van opkomen voor het milieu en het klimaat met vrouwen en vrouwenrechten combineerde. Maar er was ook een prachtige speech van een transvrouw. Ik ga haar naam even niet zeggen, want ik weet niet helemaal zeker of ik hem dan juist zeg. Dat was ook echt zo'n superkrachtige speech. Maar iedereen die daar was, dat was gewoon een powerhouse van kracht en wil om verandering te krijgen. Het was echt fantastisch. En Justine en Kim, we gaan het met jullie hebben over abortusrecht. In Nederland werd in 1984 het recht op abortus wettelijk vastgelegd. Maar zijn er weer de laatste tijd heel veel ontwikkelingen, negatieve ontwikkelingen, onder andere Europa, Amerika breed. Nu ook in Nederland met een aantal politieke partijen die toch willen sleutelen aan het abortusrecht in Nederland. Kunnen jullie meer vertellen over de status van abortus in Nederland? Feiten, fictie, een korte samenvatting eigenlijk van wat nu het speelveld is. Zal ik die even doen, Kim? Ja, yeah, is goed. Nou, ik denk ten eerste is het, ik bedoel, op Internationale Vrouwendag, of bijna Internationale Vrouwendag, is het natuurlijk goed om kritisch te blijven. Maar ik denk dat we ook wel mogen beginnen met dat we het relatief goed doen, hoor, als land. Ja, je kunt in Nederland abortus krijgen tot 24 weken zwangerschap. Dat betekent in de praktijk vaak 22 weken. Is ook goed om erbij te zeggen, vaak wordt ook wel het beeld geschept van abortus of heel veel vrouwen dat ook, of andere mensen die zwanger kunnen worden, dat echt op het laatste moment nog doen. Het overgrote deel van de mensen die een abortus laten uitvoeren, die doet dat echt in de eerste paar weken.
Abort wordt ook vergoed in Nederland. Dus dat zijn denk ik allemaal hele mooie zaken waarin we het gewoon goed doen. Maar er zijn ook een aantal zaken, en die staan volgens mij ook heel mooi in het GroenLinks verkiezingsprogramma, die wat minder goed gaan. Zoals het feit dat er best wel een paternalistische 5 dagen bedenktijd nu is. Dus je wordt eigenlijk gedwongen om 5 dagen nog na te denken over je keuze. Terwijl nou ja, vrouwen en anderen die kunnen denk ik wel heel goed zelf beslissen of ze er nog even over na willen denken of niet. Dus dat is een ding. En abort staat ook nog in het wetboek van strafrecht. Dat is in andere landen vaak niet zo. Bijvoorbeeld België heeft dat ook recent aangepast. En dat gaat denk ik ook wel dieper. Ik vind het ook altijd wel interessant dat we in taal vaak zeggen iemand heeft een abortus gepleegd. Dus de associatie met abortus is nog best wel ja, dat soort van gevoel van het is een soort misdaad. En dat stimuleert denk ik ook wel het feit dat het nog steeds in het wetboek van strafrecht zit. En een ander punt is dat wij in Nederland niet een abortuspil via de huisarts kunnen krijgen. Dat heeft ook al te maken met die toch al verouderde wet. En dat betekent in de praktijk dat je het eigenlijk alleen in een kliniek en een ziekenhuis kan laten doen. En dat is voor sommige mensen best wel een barrière. Want nou ja, een huisarts ken je goed, die zit ook vaker dichtbij. Misschien is de reistijd naar een kliniek of ziekenhuis best wel groot. Dus dat zijn denk ik allemaal wel dingen die nog beter kunnen. En daarnaast zie je ook nog wel, daar is ook meer aandacht voor. En ook wel het gevoel, dat kunnen volgens mij niet helemaal het onderzoek staven. Maar dat er ook bij abortusklinieken steeds meer intimidatie plaatsvindt. Dus dat er steeds meer demonstranten ja, nare dingen roepen naar mensen die naar binnen gaan. Dus dat zijn allemaal wel dingen die nog beter kunnen. Maar relatief, als je kijkt internationaal, dan doen we dat denk ik redelijk goed. Maar misschien dat Kim daar anders naar kijkt, vanuit de Europese blik. Nee, eigenlijk niet. Nederland is gelukkig echt best wel een voorbeeld ook voor veel andere landen. Ik bedoel, het feit dat het natuurlijk in het wetboek van strafrecht staat, is het niet. Maar wel het feit dat het beschikbaar is. Je ziet ook dat dat gaat in Europa nu toch wel, zie je het wel weer achteruit gaan in sommige landen. Polen natuurlijk meest recentelijk hebben ze het de facto eigenlijk verboden om abortus te hebben. En als ik dan met mensen spreek uit Polen, dan zijn dat vaak mensen die aan de ene kant dus echt naar Nederland kijken als een land, weet je, als een voorbeeld. En aan de andere kant ook heb ik veel met activisten gesproken die mensen helpen die bijvoorbeeld in Polen ongewenst zwanger zijn geraakt en een abortus zouden willen hebben. Die helpen ze dan om naar Nederland te komen. Want Nederland is ook een van de weinige landen die dat toestaat. Dat je gewoon hier naartoe kan komen om hier een abortus te hebben. Als dat niet kan in jouw land. En daarin, dat is wel iets waar we denk ik best trots op kunnen zijn in Nederland. Dat goed geregeld is. Oh, ik zie Nevin haar hand opsteken. Ja. Nou ja, het is een goed punt wat Kim zegt. Ik vond dan echt uitgedaagd om daar iets over te zeggen. We waren ook samen bij de demonstratie toen in Den Haag, Kim. Ik heb een motie ingediend als het gaat om abortuszorg ook toegankelijk te maken voor vrouwen die in andere Europese landen die dan hier naartoe komen. En dat is met brede steun in de Kamer. Is die aangenomen. Dus ik ben ook blij dat we dat ook op dit gebied vrouwen hulp en steun kunnen krijgen hier in Nederland. Justine, waarom is die bedenktijd in eerste instantie geïntroduceerd, die 5 dagen? Waar komt dat vandaan? Dat is een goede vraag. Ik denk, misschien heeft iemand anders nog wel een beter antwoord op. Ik denk dat het is natuurlijk ja, een vrij oude wet. Het is ook wel interessant dat wij wel als land vrij laat zijn. Dus andere landen in de buurt die hadden het echt vaak al tientallen jaren eerder geïntroduceerd. Ik denk dat het te maken heeft met de tijd waarin die wet gemaakt is. En dat het ook toen, nou ja, dat christelijke partijen toen ook veel groter waren. En dat die ook een veel grotere invloed hadden op het maken van die wet. Dat is denk ik de reden waarom dat nu zo is. Maar dat is ja, redelijk verouderd dus. En hoe zit dat eigenlijk met nazorg? Want ik ben heel blij dat wij in Nederland toegang hebben tot een veilige abortus ook. En dat daar genoeg aandacht voor is en daar genoeg respect voor is. Apart van de
de demonstratie waar vrouwen heel erg mee in aanraking komen voor abortusklinieken, waardoor de drempel heel hoog is om te gaan. Waardoor dus de optie voor een abortuspil bij de huisarts aantrekkelijk is, omdat dat toch een huisartsenpraktijk voelt toch veiliger wat dat betreft. Hoe zit het eigenlijk met de nazorg in Nederland qua de emotionele zwaarte van zoiets? Nou, volgens mij is dat, ik weet niet precies hoe dat zit hoor, maar in ieder geval als een huisarts natuurlijk ook zou regelen, dan zou die huisarts ook vaak inchecken met de patiënt. En volgens mij is het zo dat bij klinieken en ook wel bij ziekenhuizen dat er sowieso nog een vervolgafspraak gepland staat met die arts. Maar misschien dat iemand daar vanuit medisch perspectief nog wat betere info over heeft. Nee, het zijn echt emotionele... Volgens mij is in ieder geval sowieso een eindcheck. Het zijn emotionele afwegingen. Dus niks realistisch om die 5 dagen te handhaven. Ik ben behoorlijk geschokt ook over die man van ChristenUnie die ook dat wil handhaven bij vrouwen die verkracht zijn. En dat vind ik echt afschuwelijk. Ja, want het lijkt me dat omdat we zo erg afgeleid worden met überhaupt mag dit, dat we dan geen aandacht meer hebben over de zorg van de vrouw en wat er met de vrouw aan de hand is als je die beslissing maakt. Het lijkt mij dat zo'n wachttijd het heel kinderachtig maakt, alsof je als vrouw niet zelf kan beslissen wat er met je lichaam gebeurt, terwijl we willen juist, neem ik aan, alle aandacht naar iemand zo goed mogelijk begeleiden in zo'n traject. Kim, kan je wat meer vertellen over het Europese speelveld erin in Polen? Heeft dat invloed op andere Europese landen, denk je? Je ziet eigenlijk helaas dat Polen en Hongarije wel een beetje tegen elkaar aan het opboksen zijn. Wie er nou het meest conservatief is en wie nou het meest voor de conservatieve Europese heilstaat staat of zo. Zoals ze dat zelf heel graag willen noemen. Dus je ziet heel erg dat zeker in landen die meer richting die conservatieve kant gaan, waar de rechtsstaat meer ook op het spel staat, dat wel echt een glijdende schaal is nu. Dus nu is het in Polen zo, maar in Hongarije zijn ze er ook mee bezig. Je ziet hetzelfde trouwens als het gaat op LHBTI-rechten. Daar zijn ze ook tegen elkaar aan het opboksen wie de meeste LHBTI-vrije zones krijgen. Het is echt behoorlijk frustrerend om te zien wat daar gebeurt. En ook erg verdrietig om te horen van de mensen die daar gewoon dagelijks mee te maken hebben. Dus ja, je ziet aan de ene kant zie je dat. En eigenlijk zie je ook dat daardoor een grotere splitsing komt. Want wat Nevin net vertelde, hebben wij in Nederland proberen we het dan nog beter te regelen. Juist weer voor mensen die het nodig hebben uit andere landen. Waardoor je een soort van tweestrijd krijgt tussen de super progressieve landen en de meer conservatieve landen. En dat daar ook gewoon dan heel veel verbale gedoe tussen die landen komt. Maar je ziet eigenlijk wel in heel Europa dat er groepen die tegen abortus zijn. Dus ook die mensen die in Nederland zich dan uitspreken tegen het afschaffen van die 5 dagen bedenktijd, et cetera. En überhaupt tegen abortus, dat die aan het groeien zijn. En je ziet echt dat belang van maar zoveel mogelijk kinderen krijgen en zorgen voor grote families, mede uit de angst voor meer migratie, gewoon ontzettend lelijke nieuwe beweging is in heel veel landen. Ja. Zal ik nog even inhaken op Kim? Ik vraag me dat wel af van wat je ook heel erg in Nederland ziet, is dat dat het altijd echt een pakket van standpunten zijn. Hè? Dus wat ik altijd wel interessant en eigenlijk ook wel treurig vind, is dat je dezelfde soort argumenten hoort over bijvoorbeeld de discussie over de verkrachtingswet in Nederland. En dat mensen dan heel erg het beeld scheppen dat vrouwen gewoon een keertje geen leuke avond hebben gehad met iemand. En dat ze dan beslissen om die ochtend erna, bij wijze van spreken, dan even aangifte te gaan doen van verkrachting. Alsof het zomaar iets is wat je doet. En dat zie je ook erg terug bij het gesprek over abortus. Dus dat vrouwen gewoon dat eventjes beslissen. Alsof het niet, nou ja, toch alsnog een zware beslissing is. Maar ik denk ook in Europa, wat ik ook wel in mijn functie als jongerenambassadeur zag, zie je ook wel heel erg dat het echt een pakket is. Dus dat ook natuurlijk in Polen en Hongarije, dat er ook over seksuele voorlichting. Dus mensen krijgen ook niet de informatie die ze zouden moeten krijgen. Dus daar wordt ook heel raar over gedaan. Dat wordt een soort van gelijkgesteld aan pedofilie en kinderporno, zeg maar. Ja. Maar ook anticonceptie. Dus het is echt een heel pakket aan soort van conservatieve maatregelen die ervoor zorgen dat mensen gewoon niet
de informatie en middelen hebben om, ja, om de juiste keuzes te maken. Dat is wel... Ja, dat hebben ze in Polen Ik denk dat jij misschien gedaan. Ook wel herkent, Kim, toch? Ja, in Polen hebben ze eigenlijk het recht op seksuele voorlichting afgeschaft, ongeveer tegelijk met dat ze die abortuswet hebben ingevoerd. Het is gewoon echt heel bizar hoe dat echt gewoon al die verworvenheden van de afgelopen decennia gewoon... dat ze die gewoon weer proberen terug te draaien. Je ziet toch eigenlijk dat in steeds meer landen gebeurt. En inderdaad dat het een pakket is. Je hebt natuurlijk ook nog Malta. Malta is echt heel erg streng. Daar kan je echt nog gewoon ga je gewoon nog naar de gevangenis als je een abortus ondergaat. En daar heb ik ook veel contact gehad met mensen uit de beweging. En daar proberen ze ook gewoon, daar zijn ze ook steeds harder aan het strijden. En je ziet wel dat eigenlijk de reden dat juist bijvoorbeeld in Malta de discussie niet heel erg oploopt, is omdat de support voor mensen die een abortus willen aan het groeien is. Dus gelukkig is het niet overal kommer en kwel. Je ziet ook natuurlijk zodra er een kans is dat er dingen gaan veranderen in de wet, dat het geluid ook heviger wordt. En ik denk dat je dat ook heel erg sterk nu ziet in Nederland. Er komt steeds meer vraag om die 5 dagen bedenktijd af te schaffen, omdat het gewoon archaïs is. En dat geeft dan een tegenreactie van oh nee, maar moeten we het überhaupt wel willen? En dat zie je. Je ziet toch vaak dat het zo gaat. Ontwikkelingen zou er op politiek gebied moeten gebeuren. Wil Nederland een soort van utopie bereiken wat betreft de meest veilige en meest gezonde omgeving voor seksuele educatie? Voor voorlichting, seksuele voorlichting. Dat is een soort van, dat is een kettingreactie. Als je goede voorlichting krijgt, zeker, dan weet je meer over voorbehoedsmiddelen. Dat heeft allemaal met elkaar te maken, neem ik aan. Absoluut. Ja, ik vond het altijd grappig als mijn functie als jongerenambassadeur, dat je... Dat was deels ook bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus aan de ene kant merk je dat het beeld erg bestaat van Nederland doet alles fantastisch. En dat is dan ook een beeld wat natuurlijk Nederland graag wil uitdragen. Maar eigenlijk, en natuurlijk relatief doen we dat waarschijnlijk ook wel goed. Hè, bepaalde, dan kom je ook weer in die discussie over lesmethodes. Hè, want scholen zijn daar even vrij. Er worden op wel veel scholen worden wel vrij progressieve lesprogramma's gebruikt. En op andere weer minder. Volgens mij zijn de meest progressieve lesmethodes bijvoorbeeld van Kenniscentrum Rutgers. Die zijn echt best wel heel breed. Dus het moet denk ik... ik denk dat we het allemaal wel hebben meegemaakt dat seksuele voorlichting gewoon heel erg gaat over het biologische. En niet over wat is instemming eigenlijk en hoe check je dat goed met elkaar. Dus dat je het echt lostrekt van dat hele biologische. En ook misschien toch ook wel meer aandacht voor genderrollen ook daarbij. Dus dan gaan we misschien ook weer naar een ander thema. Maar bijvoorbeeld ook als je kijkt naar seksueel geweld, wat nog zo'n groot issue is ook tegen vrouwen. Dan moet je ook wel echt hebben over hoezo is het onder een grote groep mannen dan blijkbaar toch normaal. Dus ik denk dat je het echt een beetje moet lostrekken van het biologische en het gesprek veel breder moet trekken. En dat is natuurlijk lastig. Ja, in Nederland is dat lastig met een reden, omdat we natuurlijk ook vrijheid van onderwijs hebben. Maar ik denk dat we die richting, dat goed zou zijn. En Kim, zijn er concrete gevolgen qua beleid die we zien van de invloed van Hongarije en Polen? En wat denk je dat, stel je voor GroenLinks komt in de coalitie, wat zijn de stappen idealiter die GroenLinks wil nemen om recht over heel Europa te bevorderen? Nou ja, allereerst zie je eigenlijk dat Hongarije en Polen en helaas ook steeds meer met meer landen bondjes sluiten om ervoor te zorgen dat alle teksten die over gender, vrouwenrechten of LHBTI-rechten gaan, totaal proberen te verwateren. En zodra ze dat gelukt is, dan wordt dat de nieuwe standaard. Dan wordt het, maar de vorige keer hebben we ook niks over vrouwenrechten gezegd. Dus dat hoeft deze keer ook niet, want de vorige keer waren jullie het er ook mee eens. Dus ze blijven dat spelletje keer op keer maar spelen. Bijvoorbeeld die verkrachtingswet waar Justine het net over had. Die is gebaseerd op de Istanbul-conventie. Dat is een conventie die is afgesloten met allemaal verschillende landen. Waarin we zeggen, we hebben te veel gendergerelateerd geweld. Dat moet gewoon stoppen. We moeten ons daar met z'n allen voor inzetten. En er zijn nog gewoon meerdere lidstaten in Europa die dat niet hebben geratificeerd.
Dus we moeten er gewoon echt voor zorgen dat we een stevig geluid blijven uitspreken, ook vanuit Nederland. Nederland is nu al erg stevig aan het strijden tegen die tendens die je in de Europese Raad ziet. Daar heb ik ook veel gesprekken over met de Nederlandse regering, de vertegenwoordiging daarvan in Brussel. Daar werken we ook goed op samen. Maar je ziet bijvoorbeeld wel dat iets wat altijd beter zou kunnen, is dat er meer fondsen beschikbaar komen, ook voor bijvoorbeeld voor seksuele voorlichting en gewoon seksuele gezondheidszorg. En daar zou Nederland op zich wel wat toeschietelijker kunnen zijn in onderhandelingen in Europa. Dus dat, als wij in de coalitie komen, zouden we dat zeker kunnen doen op Europees niveau. En ik denk, als wij in de coalitie komen in Nederland, dan zullen we er in ieder geval voor kunnen zorgen dat er een heleboel dingen een stuk beter gaan zijn op het gebied van seksuele rechten en vrouwenrechten. Top. Praat ook vooral mee bij het volgende onderwerp. Het gaat over gezondheidszorg en abortus valt natuurlijk onder gezondheidszorg. Dus jullie expertise is hartstikke welkom. We gaan door naar professor Dr. Angela Maas. Zij heeft een presentatie voor ons voorbereid. En ik denk dat we naar een share screen gaan om die te bekijken en te beluisteren. Ja, dankjewel. Ik hoop dat je, mijn geluid staat aan. Ja, dank voor de gastvrijheid. Leuk om jullie hier vanavond te ontmoeten. Ik zie heel veel jonge mensen hier en dat is natuurlijk heel goed, want jullie zijn heel belangrijk voor de toekomst. En wat betreft niet alleen de seksuele gezondheidszorg, maar met name ook andere gezondheidszorg, is activisme nog heel hard nodig. Even kijken of het mij lukt. Ja. Nou, dit is nog een recente publicatie uit de New York Post 2019. De boeken zijn volgeschreven over gezondheidszorg bij mannen. Eigenlijk is de hele geneeskunde ontwikkeld vanuit het mannenperspectief. Bij vrouwen is natuurlijk veel geschreven over zwangerschappen. Maar als je door de hele gezondheidszorg heen dendert, dan zie je dat er heel veel belangrijke man-vrouw verschillen zijn. Dat geldt voor mijn vakgebied, maar het geldt ook voor ziektes als kanker en ook ontstekingsziekten. Als we kijken naar de gezonde levensjaren met het ouder worden, dan is daar al een verschil tussen mannen en vrouwen. En dat hangt natuurlijk ook een beetje af van het land waar je woont. Als we kijken naar vrouwen in Nederland, dan beginnen de ongezonde levensjaren zo'n beetje vanaf 58. Bij mannen is dat 5 jaar later. Hierboven zie je Zweden staan, dat maakt dan niet zoveel uit. Maar het aantal ongezonde levensjaren begint eerder bij vrouwen dan bij mannen. En dat heeft onder andere mee te maken dat er nog heel veel ziektebeelden zijn bij vrouwen die we nog niet goed begrijpen, waar nog onvoldoende onderzoek naar gedaan is. Denk bijvoorbeeld ook aan het chronische vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie. Er is lang gedacht dat dat allemaal tussen de oren zat, maar er zijn toch wel degelijk steeds betere aanwijzingen dat er echt stoornissen zijn, ook in het immuunsysteem, die aan dat soort ziektebeelden bijdragen. Nou, de coronacrisis heeft ons ook opnieuw geleerd hoe belangrijk niet alleen seksenverschillen zijn. Dat zien we hier een beetje weergegeven. Mannen zijn vatbaarder om corona te krijgen. Ze worden er ook ernstiger ziek van en ze gaan er ook minstens 2 keer zo vaak aan dood. Natuurlijk spelen leefstijlfactoren zoals overgewicht daar ook een belangrijke rol in. Maar een deel van ons immuunsysteem is actief op het X-chromosoom. Vrouwen hebben XX, mannen hebben XY. En als er iets niet goed functioneert op een van de X-chromosomen, dan kunnen vrouwen dat compenseren met hun andere. Mannen kunnen dat niet. En dat is een van de redenen dat bij dit soort infectieziekten mannen slechter af zijn. Er zitten natuurlijk ook andere aspecten aan. En dat is meer gender en socio-economisch gerelateerd. Dat hebben we allemaal gezien ook in Amerika, New York, bepaalde wijken in New York. Mensen die armer zijn, wonen dichter op elkaar. Zijn meer blootgesteld aan het virus op die manier. Thuiswerken is vaak niet mogelijk in lage betaalde banen.
En ja, in feitelijk kan je met een hogere opleiding ook een betere gezondheid kopen. En eigenlijk kan je daar gewoon levensjaren mee kopen. En dat zien we eigenlijk ook met zo'n pandemie waar we nou in zitten. Ik ben dit jaar ook nog de VN-vrouwenvertegenwoordiger. Ik was dat vorig jaar ook, maar dat is echt letterlijk in het water gevallen door corona. En heel aardig van de Nederlandse Vrouwenraad is dat met een jaar verlengd. En mijn thema is eigenlijk toch met name SDG 3 en 5, goede gezondheid en gendergelijkheid. En als we het hebben over gendergelijkheid, dan moeten we ook goed twee begrippen uit elkaar halen of eigenlijk met elkaar verbinden. Equality wil eigenlijk zeggen dat iedereen hier een fiets moet hebben. Hè? Dus iedereen moet gelijke mogelijkheden hebben, maar we moeten het wel toesnijden op het individu. En dat betekent als je iedereen een fiets geeft, dat je kinderen een kleinere fiets moet geven. Mensen met een beperking hebben ook weer andere fietsen nodig. Dus gender equality en equity zijn natuurlijk heel erg met elkaar verbonden. En dat had misschien in de SDG-doelen wat duidelijker verwoord moeten worden. Nou, ik ga niet uitgebreid op mijn vakgebied in. Het is wel, hart- en vaatziekte is natuurlijk wereldwijd belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen nog meer dan bij mannen. We weten daar al heel veel van de afgelopen decennia. Hier staat het in het kort, staat iets belangrijks weergegeven. Het patroon waarop de kransvaten verouderen is duidelijk verschillend bij vrouwen ten opzichte van mannen. Mannen hebben veel eerder ergens een vernauwing. Dat kan je dotteren, dat kan je opereren. En de afgelopen 40 jaar heeft de cardiologie zich erg toegespitst op dit verhaal. En als je dan kijkt naar de grote patiëntenseries, soms van honderdduizenden patiënten bij elkaar, dan gaat het eigenlijk in 75% tot 78% van de gevallen gaat het altijd over mannen. En in de minderheid gaat het over vrouwen. En dat betekent eigenlijk dat het patroon wat vrouwen hebben, en dat is veel vaker vaatkramp of spasme in de kransvaten, en dat zien we vooral bij vrouwen tussen de 40 en de 70 jaar, misschien wel 75 jaar, dat iets is wat we eigenlijk de afgelopen decennia verwaarloosd hebben. Nou is dat gelukkig wel aan het veranderen, maar jullie weten ook veranderingen, dat gaat niet van de een op de andere dag. Dat duurt allemaal ook wel weer jaren. Ik laat één voorbeeld zien van een jonge vrouw, 46 jaar, liep al 4 jaar de deur plat bij allerlei cardiologen met klachten van pijn op de borst. Uiteindelijk werd ze natuurlijk naar de psychiater gestuurd omdat het tussen de oren zou zitten. En wat we tegenwoordig kunnen doen, en dat zijn gelukkig steeds meer ziekenhuizen die dat ook doen, we hebben er nu ook richtlijnen voor, is een spasmetest van de kransvaten. En je ziet hier dat die vrouw, die had nergens een vernauwing zitten, eigenlijk mooie bloedvaten. Maar wat je nu moet doen om die bloedvaten ook te testen, om te kijken of er een vaatkramp aanwezig is, dat je een spasmetest moet doen. En dan zie je bij deze vrouw bij een hele lage dosering van die stof dat ze eigenlijk de bloedvaten helemaal dichtknijpt. En dit is een belangrijk mechanisme van klachten bij vrouwen tussen de 40, 70, 75 jaar. En dat hebben we dus eigenlijk de afgelopen decennia met z'n allen genegeerd. En je ziet ook nu, je moet dit anders aanvliegen, andere medicatie, dat bij ieder recept wat je voorschrijft, krijg je nog een apotheker aan de lijn die het ook niet begrijpt. Bedrijfsartsen begrijpen het niet. Het zijn patiënten die vaak uitvallen op het werk. En we weten allemaal dat economische zelfstandigheid bij vrouwen ontzettend belangrijk is. En als je voor deze problemen, waar dan vaak gezegd wordt dat het tussen je oren zit, wordt afgekeurd en een enorm economisch verlies leidt, dan is dat toch heden ten dagen niet meer te verdedigen. Gelukkig maken we dus vooruitgang, maar het gaat langzaam. Nou, dan wordt er altijd gezegd, de klachten bij vrouwen zijn atypisch. De klachten van mannen staan in de leerboeken, nog steeds. Je moet zelf een boek schrijven om de praktijk daadwerkelijk te proberen te veranderen. Vrouwen hebben hele karakteristieke klachten voor de onderliggende problemen. En er is dus niks atypisch aan, maar je kan je voorstellen bijvoorbeeld als je vaatkramp hebt, dat de klachten ook schommelen in de tijd. Dat een ander patroon geeft dan als je een blokkade hebt door een anatomische vernauwing.
Dus vrouwen hebben helemaal geen atypische klachten. Ze hebben klachten die heel erg goed passen bij hun onderliggend probleem. Dus dit is echt mijn pleidooi, ook vanuit mijn eigen vakgebied, voor meer gensitieve gezondheidszorg. En dan zijn dokters natuurlijk erg geneigd om alleen maar binnen hun eigen vakgebied te kijken. Maar we moeten meer kijken vanuit het perspectief van de patiënt, en dat is de levensloop. En de levensloop van vrouwen kent andere fases, andere problemen dan die bij mannen. Dat is natuurlijk logisch. En we weten bijvoorbeeld dat vrouwen die zwangerschapsproblemen hebben gehad, zoals een hoge bloeddruk in de zwangerschap of een zwangerschapsvergiftiging, dat zijn hoogrisicovrouwen. En die vallen eigenlijk tussen wal en schip in de richtlijnen, omdat daar nog geen... Het wordt nu genoemd, alleen er wordt niet genoemd wat je met die vrouwen aan moet. Dus er is een belangrijke tijdspanne vanaf de zwangerschappen tot aan het eerste hart- en vaatziekteprobleem, dat er eigenlijk niet naar die vrouwen of onvoldoende wordt omgekeken. En dat kan een periode zijn van 20, soms wel 30 jaar, waarin dus eigenlijk allerlei verouderingsprocessen plaatsvinden, waarop je zou kunnen ingrijpen, wat op dit moment nog steeds niet gebeurt. We hebben geen tijd om over bijwerkingen van medicijnen te praten, maar als je bijvoorbeeld neemt die cholesterolverlagers, die zijn in 1989 op de markt gekomen, onderzocht bij toen de eerste studie ongeveer 6000 mannen en 400 vrouwen. En toen werd er gezegd, bij vrouwen werkt het niet. Kijk, als je vrouwen niet representatief laat zijn in grote studies, dan kan je ook heel moeilijk zeggen hoe het dan zit met de bijwerkingen en ook met de effecten. En we weten dat het preferentiebeleid, en dat is voor mensen die in de kamer zitten, dat die ook weer uitgaan van alles datgene wat overwegend bij mannen is onderzocht. De simvastatine, de statine die we aan iedereen moeten geven, dat is nou net de statine waar vrouwen ontzettend veel bijwerkingen van hebben. Dat leidt tot onderbehandeling en daarmee zijn vrouwen nog steeds in het nadeel. En dit is echt anno 2021 waar we het over hebben. Als we kijken naar belangrijkste risicofactoren als doodsoorzaken, en dit is van de Global Burden of Disease in de Lancet afgelopen najaar gepubliceerd, dan staat hoge bloeddruk bij vrouwen bovenaan als meest dodelijke doodsoorzaak. Bij mannen heet hoge bloeddruk hypertensie. Bij vrouwen noemen we het stress en zeggen we, mevrouwtje, doe het maar wat rustiger aan. En als je kijkt naar de grote series van hoe hoge bloeddruk behandeld wordt, dan wordt die inderdaad bij vrouwen ook minder goed behandeld, omdat we vrouwen wat dat betreft niet goed op hun problemen inschatten. En ook dat is nog steeds 2021. Dus ik ben er erg voor, en dat doe ik ook. Ik zie alleen maar vrouwelijke patiënten de afgelopen 17 jaar. Ik zeg altijd, koop nou zelf een bloeddrukmeter. Je kan hem delen met de hele straat als je wil, met de buurvrouw, met de familie. Het bloeddrukmeten is net zo makkelijk als op de weegschaal gaan staan. En dan kan je gewoon, al meet je maar één keer in de maand of eens in de drie maanden, dan kan je zelf ook je dokter erop wijzen dat hij misschien inderdaad te hoog is en dat het niet de factor stress is. Dus wat mij betreft zijn vrouwen hele belangrijke ambassadeurs om hun eigen gezondheid ook te helpen verbeteren. Dan weten we natuurlijk ook dat dat 70% van de mensen die werken in de zorg, dat vrouwen zijn. Maar als we kijken naar de toplagen in de gezondheidszorg, de leidinggevende, de bestuurders, dan zijn dat natuurlijk overwegend mannen. En dan ook als je corrigeert voor parttime werker, dan is er nog steeds ook een betalingsachterstand voor vrouwen die werken in de zorg. Daar heeft de WHO heeft daar in 2018 al een actieplan ook voor opgesteld. We moeten meer aandacht besteden aan genderaspecten en sociaal-culturele machtsposities. Maar we moeten ook meer vrouwen hebben in leiderschapsposities in de gezondheidszorg. En mijn thema eigenlijk voor het VN-gebeuren is om die dingen aan elkaar te koppelen. Als we nou meer vrouwen en misschien wel verplicht met een quotum in leidinggevende posities in de zorg krijgen, krijgen we betere salarissen, maar gaan we ook het thema women's health makkelijker en eerder agenderen. Want vrouwen nemen het mee. Vrouwen zijn erin geïnteresseerd, die vinden het belangrijk. En als je meer vrouwen
gezagsdragende posities geeft, dan zal het thema ook veel makkelijker voeten aan de grond krijgen. En dat heb ik eigenlijk hier weergegeven in de bloem die ik samen met de NVR gemaakt heb. We hebben natuurlijk de levensloop van vrouwen, hoe belangrijk die is. De verschillen die er zijn als vrouwen patiënt zijn. Maar ook wat wij kwaliteit van leven vinden, wat belangrijk is. Career development, leadership. Ook als vrouwen als professional. En dat zijn dus geen gescheiden entiteiten. Het is aan elkaar gekoppeld. En ik denk dat dat heel belangrijk is om women's health en niet alleen cardiovasculair, maar alle terreinen. Tijd is te kort om het daarover te hebben, maar om women's health naar een hoger plan te brengen. Dankjewel. Dit wilde ik met jullie delen. Even kijken. Hoe kom ik hier weer uit? Dank u wel, dokter Maas. Kamerlid Susanne Kruger is hier ook aanwezig. Ja, hi. Dus hallo. Hi. Ja? Je zit in de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Herken je in de presentatie van dokter Maas ook dingen die op de agenda staan binnen de Kamer? Ja, ik vind het sowieso een ongelooflijk inspirerend verhaal om zo dat overzicht te hebben. En ook eigenlijk juist hoe al die terreinen in elkaar grijpen. En een heel fijn idee dat onze VN-vrouwenvertegenwoordiger ook die breedte dat op de agenda zet. Hey, ik denk dat het onderwerp van het onderzoek natuurlijk ongelooflijk belangrijk is. Is dat het feit dat eigenlijk, dat zie je natuurlijk op veel meer terreinen. Hè, er is dat boek Onzichtbare Vrouwen, dat eigenlijk liet zien van hoe op allerlei ontwerp, allerlei studies worden eigenlijk vrouwen structureel niet goed meegenomen. Dus dat ging geloof ik over alles van een autogordel die dan alleen getest wordt op mannen en een mannenlijf en daardoor eigenlijk vrouwen veel minder veilig in de auto zitten, tot inderdaad medisch onderzoek. En ik denk dat dat is een soort blinde vlek die heel gevaarlijk is, want daardoor missen we dingen. En dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Daar liggen we missen kansen voor bepaalde medicijnen die misschien bij vrouwen veel beter werken dan bij mannen, die daardoor eigenlijk niet de aandacht krijgen die ze zouden moeten hebben. Maar we missen ook, je loopt natuurlijk ook het risico dat we vrouwen gewoon niet op de goede manier behandelen en niet op de goede manier de gezondheidszorg bieden die nodig is. Dus dit is zeker een thema wat wij ook hebben aangekaart in de Kamer. En wat ons betreft ook het heel belangrijk is dat niet alleen in de toekomst eigenlijk geborgd is dat al het onderzoek gewoon ook op een representatieve groep gedaan wordt. Maar ook terugwerkend, je zit natuurlijk nu al met heel veel medische wetenschap waar we op voortbouwen, die allemaal gedaan is zonder eigenlijk dat vrouwen representatief daarin meegenomen zijn. Dus dat vergt ook eigenlijk terugkijken en het vergt gewoon ook investeringen in onderzoek om te zorgen dat je op een goede manier dat borgt. Nou ligt er een mooie nota van Lilian Ploemen. Die heeft dus heel veel van deze dingen op een rij gezet. Heeft ook de WHO-standpunten daarin meegenomen. En die heeft zij in september ingediend. En ja, door het hele COVID-lawaai is dat natuurlijk een beetje in de la verdwenen. Maar het is een goed rapport. Dus ik zou toch ook jullie vanuit de politiek willen aanmoedigen om dat eens uit de la te halen en te kijken van hoe kunnen we daar structureel aan gaan werken. Want de gezondheidszorg, de kosten reizen de pan uit. En als er één manier is, nou ja, er zullen veel dingen nodig zijn, denk ik. Maar ik denk meer gendersensitief werken in de zorg zal kunnen helpen om heel veel overbodig onderzoek. En dan kan je vertellen dat er heel veel is. He, 1/3 van de dingen die cardiologen doen zijn totaal zinloos. Dus dat even over mijn eigen vakgebied. Maar daarmee kan de gezondheidszorg heel veel goedkoper worden. Ja, we zullen zeker. Er wordt natuurlijk als een Kamerlid zo'n initiatiefnota schrijft, dan is het ontzettend zonde als die niet snel behandeld kan worden door alle coronatoestanden. Dus ik verwacht dat die vast meteen na de verkiezingen aan de beurt is. En ik denk dus dat punt inderdaad van dat bepaalde ziektes of bepaald, hoe zeg je dat, issues überhaupt niet op de agenda staan. Een van de onderwerpen waar Corine in de commissie heel druk mee is geweest, is bijvoorbeeld aandacht vragen voor de overgang. Dat is iets natuurlijk waar elke vrouw mee te maken krijgt.
in een fase in haar leven dat je vaak juist eigenlijk, misschien wel op het toppunt van je carrière bent. En je kan allerlei effecten daarvan krijgen. En eigenlijk zijn heel veel vrouwen daar zelf niet goed van op de hoogte, maar ook in hun werkomgeving, dat eigenlijk dat helemaal niet op de kaart staat, dat klachten niet begrepen worden, niet erkend worden, dat een bedrijfsarts er überhaupt niks mee weet. En dat kan natuurlijk leiden tot heel veel onzekerheid, maar ook problemen of misschien minder goed functioneren. En dat is een onderwerp wat gelukkig nu wel meer aandacht krijgt, maar er staat echt bijna een taboe op. Dat het is zoiets van, ja, die overgang, die vrouwen moeten niet zeuren over allemaal kwaaltjes of zo. En dat is echt, dat is zo fundamenteel iets wat elke vrouw doormaakt, waar gewoon die taboe eraf moet. En, elke vrouw moet ik erbij zeggen, maar veel vrouwen. Niet elke vrouw, maar ja, goede interventie. Maar... Suzanne, mag ik een kort vraagje stellen over de overgang? Zeker. Ik was benieuwd, hoe is dat in de kamer eigenlijk? De kamer als werkplek. Nou ja, de kamer, ja, dat is een hele goede vraag. Ik krijg heel vaak de vraag over de kamer überhaupt als werkplek voor vrouwen, omdat natuurlijk er nog steeds een merendeel mannen in de kamer zit. Ik heb niet dat het idee dat dat een thema is wat heel... ik heb het idee dat dezelfde taboe erop ligt als in de rest van de maatschappij, om het zo maar te zeggen. Verschilt waarschijnlijk ook wel van partij tot partij. Ik ben ook even half de chat in de gaten aan het houden. Dr. Maas, net kwam ook autisme langs. Van wat ik weet over autisme is dat er een duidelijk verschil is tussen hoe autisme zich presenteert in jongens en meisjes. En daardoor heel veel meisjes ook niet de diagnose autisme krijgen. Kunt u daar ook wat meer over vertellen in de psychologische gezondheidszorg? Ja, dat is natuurlijk niet helemaal mijn vakgebied, maar... vrouwen, er wordt altijd gedacht dat autisme 7 keer zo vaak bij jongens voorkomt dan bij meisjes. Bij meisjes wordt de diagnose vaak niet gesteld. En meisjes vertonen ook vaak wat ander gedrag en worden ze vaak toch een beetje voor borderliner versleten. Nou hoeft dat ook weer niet zo te zijn. Ik heb er ook wel persoonlijke ervaring mee. Ik heb een autistische zoon en een autistische zus. En ik moet zeggen dat ze... toch wel erg op elkaar lijken. Maar als je daar breed... Dat is casuïstiek natuurlijk. Maar als je er breder naar kijkt, dan is het in het algemeen zo dat er toch wel duidelijke verschillen zijn. Maar het geldt ook bijvoorbeeld voor botontkalking, osteoporose. We denken altijd dat vrouwen dat krijgen. Maar bij mannen wordt die diagnose eigenlijk niet of te weinig gesteld. Dus he, mannen kunnen daar ook ernstige problemen en pijnen en rugklachten van hebben. Dus zo zijn er heel veel accentverschillen die denderen door de hele gezondheidszorg heen. En ja, het is gewoon zonde dat we daardoor dingen niet goed doen en de juiste behandelopties missen. Zo zien we toch, omdat wetenschap is natuurlijk mensenwerk. En de dingen die wij aanleren als maatschappij over genderrollen, dat zit dan ook verweven in de gezondheidszorg. Net zoals borstkanker, dat niet vaak geconstateerd wordt in mannen, omdat daar gewoon minder aandacht voor is, et cetera. Dr. Maas? Het komt gelukkig bij mannen niet vaak voor. En ik moet wel zeggen, als een man borstkanker krijgt, is dat een vreselijk drama. En het is ook veel dodelijker dan bij vrouwen. Dat is echt afschuwelijk. Dr. Maas, wat kan men doen om zich... om betere zorg te krijgen? Wat kunnen wij als vrouw, waar kunnen wij op letten? Wellicht bij de huisarts, misschien in de communicatie van klachten, waardoor je beter eigenlijk door die bias heen kan prikken. Zijn er dingen die wij kunnen doen als patiënt? Ja, ik denk dat je moet gewoon kritisch zijn als patiënt. Want ik ben een betere dokter geworden door mijn patiënten zelf. Die hebben mij opgevoed. En ik denk dat, we zijn natuurlijk... vroeg of laat ook allemaal wel een keer patiënt, dat we allemaal kunnen helpen om onze dokters wakker te houden. En als je serieuze klachten hebt en je krijgt er geen goed antwoord op, dan moet je toch wel kritische vragen stellen. Want soms is een eerlijk antwoord, dat zeg ik ook wel eens, dat ik het niet weet. Dat is ook een antwoord. Dat is een beter antwoord dan een of ander kletsverhaal. Dus wees kritisch en probeer toch... die dialoog op gang te houden. Dus nee, slik niet alles voor zoete koek, hè?
Maar goed, ook wel wat net gezegd werd, van zorg dat er echt genoeg vrouwen ook juist in die leidinggevende rollen zitten in ziekenhuizen. Ja. Waardoor dit soort, dit geluid ook van vrouwelijke patiënten, van überhaupt van patiënten, veel meer resoneert. Dat, ja. Maar dan ook in alle lagen, hè? Dus ik bedoel niet alleen in de bestuurskamer, maar ook verpleegkundige. We hebben natuurlijk allerlei lagen in de zorg en... Ja, hè, ook het thema overgang is natuurlijk ook belangrijk. Zeker ook voor verpleegkundigen. Hè. De uitval is behoorlijk groot. En als je definitief uitvalt, ja, die economische schade is natuurlijk ook gigantisch voor die vrouwen. Zou ik wat mogen vragen ook? Tuurlijk. Ik vind het sowieso een echt enorme presentatie, dankjewel. ik had wel even, want ik heb ook wel eens wat dingen gelezen, dat eigenlijk ook, dat bijvoorbeeld op mensen van kleur, dat daar ook weer op een andere manier, hè, dus wat ik wil mee zeggen is van, we kijken nu naar genderdiversiteit, maar ik hoop natuurlijk dat we naar diversiteit in de breedste zin van het woord kunnen kijken, want ook de autogordel waar Suzanne het net over had, nu zijn er weer in die automatisering, artificial intelligence bijvoorbeeld, met gevaarherkenning, herkennen dan geen mensen van kleur. Ja. Dus hoe belangrijk is het ook weer daarin en in de zorg, nou overal, om echt de diversiteit in de breedste zin van het woord natuurlijk hierin mee te nemen. Nou ja, we hebben toch een vraag ook aan jullie. Want we mogen dus in de elektronische dossiers, we mogen dan nog wel vermelden man, vrouw dat je het niet wil weten, maar non-binair. In Nederland mogen we dat niet vermelden, terwijl we bijvoorbeeld weten dat het hart-vaatrisico van mensen met een Hindoestaanse achtergrond bijvoorbeeld is veel hoger. Het kan juist heel erg relevant zijn om dat wel te vermelden in het dossier, omdat dan onze antennes eerder uit gaan staan. Dus daar wil ik toch ook wel iets van zeggen. Mag ik? Zeker. Mag ik dat toevoegen? Ja, ik vind het een heel goed punt wat Angela zegt. Sowieso hartstikke inspirerend dat je deze presentatie hebt gedaan. Ik weet ook dat bij migrantenvrouwen, migrantengroepen, maar ook bij ouderen, daar ontbreekt het ook aan data. Het is precies hetzelfde probleem als er wat met vrouwen aan de hand is. Dat zie je ook met mensen van kleur, maar dat zie je ook bij migrantenvrouwen met een Middellandse Zee gebied achtergrond hebben. Wat mij betreft is die data, verzameling van data, heel erg belangrijk om die verschillen te kunnen monitoren en ook voor wetenschap te gebruiken. Wat mij betreft zouden we echt over na moeten denken, ook als partij, om dat mogelijk te maken. En ik denk ook dat als we het hebben over racisme binnen de medische zorg en daarbovenop nog het seksisme in de medische zorg, zoals bij dermatologie, dat je een foto krijgt van huiduitslag, maar dan niet op een zwarte huid, waardoor je dat minder goed kan herkennen, et cetera. Dus in elke laag zien wij gewoon dat racisme en seksisme, en daarom is het belangrijk dat we feminisme intersectioneel toepassen, dat we rekening houden met al die lagen. En nogmaals, zorg en wetenschap is natuurlijk mensenwerk. Het is aan ons ook onder andere met dit soort Zooms, als politici, als zorgverleners, als mensen, dat we oppassen dat de dingen die we leren als samenleving, we niet te veel plakken op dingen waar we levensmensen mee kunnen redden. Want daar gaat het uiteindelijk om. Een goed artikel in de Volkskrant vandaag over dat elke 8 dagen wordt een vrouw in Nederland vermoord. Ja. Dat zijn heftige cijfers. En als we denken aan onze gezondheidszorg, die fantastisch is natuurlijk. We hebben fantastische ziekenhuizen. Maar dan horen we toch nog dat een foute diagnose kost geld, kost tijd. En als het te voorkomen is door het seksisme en het racisme uit de medische zorg te halen, dan zijn dat hele goede dingen waar we hard aan kunnen werken. Dus dank u wel, dokter Maas. En ik wens u ook heel veel succes met uw werk. En laat ons vooral ook weten hoe we u daarin kunnen steunen. Ook als mensen en vanuit de politiek. En dan gaan we door naar meer geld. Want naast zorg moet je ook zorg kunnen betalen. En we hebben nog steeds te maken met dingen als de gender pay gap. Dat doe ik met Senna Matouk en Nevin Ostok. Dames, goedenavond. Ja, het is nog steeds avond. Het is bijna 8 uur. Vrouwen en geld. En dan heb ik het niet alleen... Oh, Nevin, je bent gemute.
Als je jezelf aan kan zetten. Ja, ja mijn achternaam is Özetok. Dat wil ik even corrigeren. Özetok, dankjewel. Ja. Zijn we aangesloten? Ja, dit gaat een gesprek over geld. Natuurlijk belangrijk. Ja. Maar eigenlijk zou het moeten gaan over gelijkwaardigheid, gelijke beloning. Want het is niet alleen het geld. Er zitten echt mechanismes als je kijkt naar op die werkvloer. Dat vrouwen in dezelfde functie minder betaald worden dan hun mannelijke collega's is onacceptabel. En ik heb het zelf als jong vrouw meegemaakt. Ik werd aangenomen en was mij beloofd dat ik binnen een jaar een salarisverhoging zou krijgen. Nou had ik een goede relatie met mijn mannelijke collega. Hij bleek het wel te krijgen en ik heb het niet gekregen. Ik heb daar een punt van gemaakt. Nou, dat maakte de relatie niet mooier op. En dat werd een conflict en ik ben gewoon weggegaan. Dus ik heb voor de rest van mijn leven hier behoorlijk van geleerd dat je eigenlijk goed moet opletten. Voor vrouwen is het heel erg ingewikkeld. Je hebt er geen zicht op. Je weet niet wat je collega verdient. Dus je kunt het niet vergelijken. Ook een ondernemingsraad kan het niet vergelijken, terwijl er een hele functiegebouw binnen het bedrijf is. Dus we moeten ervoor zorgen dat het transparanter wordt. En ik zeg niet dat werkgevers bewust discrimineren, maar er spelen als het gaat om inschaling van vrouwen toch allerlei stereobeelden. Als het om vrouwen gaat, want die krijgen een salarisschaal aangereikt waarin ze een soort doorgroei moeten maken. Dan is het verhaal met de personeelsfunctionaris, dan kun je rustig doorgroeien. Terwijl als zo'n gesprek met een man plaatsvindt, dan wijst die gewoon de hoogste inschaling aan en die krijgt het. Maar op het moment dat een vrouw dat aankaart, dan heb je gelijk een onprettige situatie en dat wil je niet. Dus het is niet zo dat vrouwen niet goed kunnen onderhandelen, maar op het moment dat een vrouw onderhandelt over dit soort dingen, nou, dan heb je echt mot in de tent en je relaties worden er niet beter op die werkvloer. Dus er moet echt iets gebeuren. Vandaar dat ik in samenwerking met PvdA, SP en 50PLUS hebben we hier werk van gemaakt en een wet ontwikkeld waarin de transparantie om dit te laten zien, bij de werkgever komt te liggen. Dus de werkgever moet bewijzen dat de inschaling van vrouwen op bepaalde functies hetzelfde is als mannelijke werknemers. Nou ja, die wet is vlak voor dat we met reces gingen in de Tweede Kamer behandeld. En ik hoop dat het na de verkiezingen de tweede fase wordt gedaan. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is die transparantie en de verplichting bij de werkgever ligt om het te laten zien dat ze het goed doen. Mevrouw, is dit ook als het gaat om bijvoorbeeld bedrijven die vaste schalen hebben, zien we dan ook dat zelfs binnen die vaste schalen bedrijven toch andere redenen toepassen om vrouwen in een andere schaal te zetten? Wellicht zwangerschap of andere seksistische factoren. Ja, dus er gebeurt iets geks op de inschaling van vrouwen. Er zijn wel correcties gemaakt. Hè? Het aantal uren, part-time functies. Natuurlijk kunnen er ook ervaringsjaren een rol spelen. En als je dat allemaal op die elementen corrigeert, dan zien we dat over het algemeen vrouwen 14% toch minder verdienen dan mannen bij hetzelfde werk. En dus die correctie hebben we toegepast. Dan nog zie je dit onbewust discriminatie van vrouwen. En het heeft dan ook inderdaad met stereobeelden te maken over vrouwen. Ze kunnen rustig aan beginnen, ze kunnen doorgroeien. Maar ja, ik heb als vakbondsvrouw ook tegen leden gezegd, je bent op die functie, dus dan kan je het ook. Dus claim ook maar een hogere inschaling, hogere treden voor jezelf. Want je hebt die jaren niet nodig om nog eens ervaring op te doen. Je bent gekozen omdat je het al kan. Dus dan mag je ook die salaris voor vragen. Ja, en ik ben grote complimenten naar het werk.
Nou, ik wil even grote complimenten aan het werk van Nevin maken. En we hadden het net over, realiseer even, hè, 14%. Ik wou dat gewoon even zeggen, voordat we het vast ook over andere dingen gaan hebben. Maar dat we daar ons boos over mogen blijven maken. Voor precies hetzelfde werk, 14% minder betaald krijgen. Ja. Mag ik, dat is inderdaad echt schandalig dat gebeurt in Nederland. En dus vrouwen weten niet dat ze ermee te maken hebben, dus ze kunnen ook niet voor zichzelf opkomen. Maar als je dit in een werkend levensjaar, zeg maar, becijfert, dan hebben we echt over 3 ton. En dit is ook een van de redenen, denk ik, dat vrouwen ook later op hun leeftijd ook meer in armoede terechtkomen. Dus we moeten er aan alle tijden voorkomen dat dit gebeurt. En wetende dat er ook nog eens een keertje arbeidsmarktdiscriminatie is voor vrouwen. En nou ja, op het moment dat je dan wel werk hebt, krijgen vrouwen ook nog eens een keertje hiermee te maken. Ik vind, we moeten hier echt wel een perk aan stellen. En bedrijven die er wel werk van hebben gemaakt, er zijn ook wel goede voorbeelden. Die hebben ernaar gekeken en die zijn zichzelf ook wel rot geschrokken wat er is uitgekomen. Je kunt er wel daar nog allerlei vragen bij stellen, hoe ze de aanpassingen hebben gedaan. Maar wat ik van werkgevers te horen krijg, ja, dat gaat veel meer geld kosten. Daarvan zeg ik, ja, jullie hebben eigenlijk heel veel geld al verdiend over de rug van die vrouwen. Dus trek dit gelijk. Gelijk werk, gelijk betalen. Senna, jij werkte bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de SER, en bij het ministerie van Financiën. Wat zijn de patronen die jij zag bij het bespreken van dit soort onderwerpen? Is er nog een beetje terughoudendheid wat betreft praten over die loonkloof in Nederland? Want ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen zeggen, nou, het zal best wel meevallen, want over het algemeen zijn we best wel welvarend. Nou, wat ik zo mooi vind, ook aan vanavond, ik heb vandaag ontzettend gemist om lekker met allemaal vrouwen te marcheren en gesprekken te hebben aan grote eettafels, is dat al die thema's met elkaar te maken hebben. Dus één, het werk wat Nevin doet, dat je dat via de wetgeving aanpast. Maar jij verwijst ook heel terecht naar een soort culturele norm. Ik zag in de chat goede tips over onderhandelen. Weet je, dat zijn ook kleine micromechanismen die plaatsvinden. Hoe er gereageerd wordt als je hard een salarisonderhandeling ingaat. Maar ik vind dat Nevin sloot net heel mooi af met dat mensen zich rotschrikken als ze die cijfers zien. Dus transparantie over, dit is er aan de hand in deze organisatie. Dus ook organisaties die het helemaal niet doorhebben, die onderzoeken dat. Die komen daarachter en die gaan het dan recht trekken. Wat voor mij heel belangrijk is, is economische zelfstandigheid in brede zin. En ik vond het ook heel mooi bij het college net van dokter Maas, over dat heel veel thema's hebben met elkaar te maken. Ik ben heel trots op ons verkiezingsprogramma, omdat we best wel hard investeren in bijvoorbeeld die grote ongelijkheden. Dus wat we nu zien, dus nog voordat je überhaupt die baan hebt, ben jij een vrouw van in de 20. Ja, oh, heb jij een partner? Mogen ze niet vragen, hè? Mag allemaal niet. Hebben we wettelijk geregeld. Maar het zit in een achterhoofdje, speelt het mee. We kennen genoeg gevallen. Dus wat je dan krijgt is dat jonge vrouwen en vrouwen vaker de schade pakken van iets wat we als samenleving heel graag willen. Dat mensen, als ze dat willen, een kind hebben samen in hun gezin. Dus waar ik heel blij mee ben, is dat wij heel erg investeren in gratis kinderopvang. En heel veel zorgverlof, verschillende verlofregelingen. Want wat we dus nu wel zien, is dat de automatismes in de samenleving, of het nou is omdat het historische normen zijn of wat dan ook, dat soort zorgtaken slaan meer bij de vrouw. Dat nemen we weer mee in onze beelden en generalisaties. En dat zorgt precies zoals Nevin zegt, in een loonkloof, vaak ook in grotere werkloosheid, achteruitgang in salaris en deeltijd, kleinere pensioenen, soms dat mensen uitstappen uit de arbeidsmarkt, en ook dus grotere armoede bij vrouwen, en dus economische onzelfstandigheid. Dus daar is gewoon een grote weg te gaan op al die lagen. Ja, en ja, want ik kan me ook voorstellen, ik kan me ook voorstellen dat dat jullie te maken hebben met seksisme binnen de Tweede Kamer en binnen het ministerie. Want we hebben het over seksisme binnen de gezondheidszorg gehad, we hebben het over seksisme gehad bij praten over abortus, en dat mensen daar toch met een patriarchale blik op reageren wat betreft de wachttijd. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie als politici in de Kamer ook te horen krijgen dat, ja, maar het zal toch wel meevallen. Of, oh, we schrikken heel erg van die cijfers. Maar ik kan me niet voorstellen dat mensen dat niet doorhebben.
soort van, hoeveel geluid moeten we nog maken dat mensen doorhebben dat dit belangrijke onderwerpen zijn om over te praten? Nou, heel veel geluid. Geloof me maar. Als je kijkt naar hoe dit onderwerp, überhaupt het onderwerp emancipatie, leeft in de Tweede Kamer, dan is het, dan krijg je de grootste aanvallen van PVV. Het gaat altijd weer over geld. Jullie willen allemaal geld. En vrouwen willen dat helemaal niet. Ze hebben allemaal, ze doen liever zorgtaken en andere leuke dingen met hun vriendinnen. Dat is continu dat ouderwetse traditionele beeld wat er van vrouwen wordt gegeven, waar je echt tegenop moet boksen. En toen ik begon en een aantal dingen aankaartte, we werden weggehoond, ook mijn andere collega van PvdA, zo van dat wij eigenlijk bezig waren om onszelf te shinen. Dus toen hebben we de boel omgedraaid en gezegd van, we komen hier nu om te shinen. Dus ik bedoel, daar zit ook iets seksistisch natuurlijk in, als een politicus je op die manier neerzet als vrouw. En is het makkelijk? Nee, het is niet makkelijk, maar je moet altijd je samenwerking zoeken met andere vrouwen en die solidariteit opzoeken. Dus dan lukt het ook om een vuist te kunnen maken. Maar het is echt keihard werken tegen de bierkaai op. Dit is niet een onderwerp. Je krijgt ook de tegenwerking van een VVD die zegt van, ja, daar moet wel iets gebeuren, maar de methode waarin jullie dit aanpakken, ja, dat deugt niet. CDA die dat ook zelf zegt. Maar niet met alternatieven komen of met voorstellen komen, hoe het dan wel zou moeten. Dus er is heel veel werk te doen, dames. Ja, alles wat Nevin zegt. En wat ik ook zelf heel belangrijk vind, en daarom ben ik ook zo trots op onze lijst, is dat je, en dat zie je ook in het bedrijfsleven, dat je de top weinig vrouwen ziet op werkvloeren, dat je dus ook hele klassieke standaardbeelden krijgt. Terwijl wat je dus ook niet wil, is een soort van oneerlijke concurrentie tussen vrouwen. En die wordt soms ook aangewakkerd. Want jij vroeg zo van, hoe gaat dat dan? Wat voor mij heel belangrijk is dat er op zoveel plekken, nou, we hadden het net over de gezondheidszorg, we hebben het eerder over de top gehad, dat je daar in de breedste zin diversiteit hebt. In gender, in achtergronden, in seksuele voorkeuren, maar ook dat je dus dat er zoveel vrouwen zijn, dat er allemaal verschillende soorten vrouwen zijn. Want dat heb je ook heel lang gezien. Ik heb voor vrouwelijke bazen gewerkt en ook vrienden van mij, als ik zie een bedrijfsleven, dat is ook bijvoorbeeld de generatie die het heeft kunnen maken door allemaal mannelijke mannerisms over te nemen. Dus dat zijn ook verhalen die je elkaar blijft vertellen. En dus die diversiteit in persoonlijkheidskenmerken en leiderschapstijlen in de breedste zin des woords, is denk ik daar ook belangrijk in. En precies wat Devin zei, gewoon geluid blijven maken. Want deze strijd is nog niet klaar. Ik vroeg het net ook al aan dokter Maas, wat kunnen wij doen als patiënt? Nevin, ik stel deze vraag aan jou qua onderhandelen over geld. Wat zijn dingen waarvan jij misschien hebt gemerkt qua ervaring ook en vanuit het gesprek met bedrijven? Hoe kunnen vrouwen zich sterker maken wat betreft onderhandelen en het aanvechten van die verschillen in loonschalen, uitbetaling, et cetera? Ja, eigenlijk heb ik meer de lijn van, je moet niet altijd de verantwoordelijkheid bij de vrouwen leggen. Maar tegelijkertijd zeg ik ook, weet wat je rechten zijn en weet wat van jou gevraagd kan worden en wat van jou niet gevraagd mag worden. Dus in die zin denk ik, er wordt ook aan vrouwen gevraagd, wat was je laatst verdiende loon? Dat hoef je helemaal niet te zeggen. Dus het is heel moeilijk als je die vraag voorgeschoteld krijgt, om daar geen antwoord op te geven. Dus vrouwen zijn in dit soort dingen, als het gaat om onderhandelen, ze zijn eerlijk in de informatie die ze geven. En je moet niet vergeten dat je met een werkgever te maken hebt, en die heeft andere belangen met jou. Dus ik zeg altijd tegen vrouwen, hou je eerlijkheid voor jezelf, voor je vriendinnen, voor je familie, maar op het moment dat je aan tafel zit met je werkgever, dan moet je je rechten goed bewaken, want je rechten worden je niet zomaar gegeven. Je moet ze binnenhalen. Dus ik heb veel vrouwen vanuit de vakbond getraind op dit, ook ondernemingsraden, zodat zij ook binnen een bedrijf een veilige sfeer kunnen creëren waarin dit gesprek kan
plaatsvinden. En ook de personeelsfunctionarissen hebben ook een belangrijke rol als op het moment dat ze dit soort gesprekken aangaan. En we hebben tot nu toe over primaire arbeidsvoorwaarden gehad, want dat is de loon. Maar er zit daaronder ook nog allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden. En dat is echt nog een weg te gaan als je kijkt naar wat budgetten zijn die veel meer door mannen worden aangemerkt en ze krijgen het veel meer dan vrouwen die maar eens een cursusje mag doen. Dus er is echt veel te verbeteren nog. Ja, ik lees ook in de chat, Gea, die geeft aan over pensioenen. Bijvoorbeeld in Duitsland hebben vrouwen 40% minder pensioen, omdat het systeem niet is ingesteld op vrouwen bij het vroeger gewoon was om thuis te blijven. Dan zien we ook hoe we te maken hebben met de geschiedenis. En dat de emancipatie van de persoon sneller gaat dan de emancipatie van het systeem, helaas. Senna, zou jij nog iets willen meegeven over... over hoe het zit, de status waar GroenLinks nu mee bezig is, de concrete stappen? Nou ja, ik heb volgens mij net al wat dingen gezegd over ons verkiezingsprogramma, waar echt hele mooie maatregelen in staan. Bijvoorbeeld die gratis kinderopvang en verschillende soorten verlofregelingen. En misschien als laatste, de verhalen die we ons elkaar vertellen en ook aan jonge meiden vertellen, doen ertoe. Dus we hebben het net gehad heel erg over de arbeidsmarkt. Maar het SCP-onderzoek van 2 jaar terug over de studiekeuzes die mensen maken en dat beelden die we hebben. Meisjes denken dat ze minder vaak goed zijn in wiskunde. Dat is iets wat je internaliseert en wat je meeneemt. Sommige dingen worden aangemoedigd en andere niet. Dat was voor mij een ontzettende eye-opener eerder ook. Dat ook dat uitmaakt nog voordat iemand überhaupt op de arbeidsmarkt is. Hoe je nadenkt over je eigen talenten en de dingen die je zelf kunt. En dat je daarin wordt aangemoedigd. En dat is iets wat we volgens mij altijd met z'n allen moeten doen in onze eigen omgevingen. Richting jongens en meisjes en alle kinderen tegelijkertijd. Ja, meer praten over geld ook. Vraag elkaar hoeveel je verdient. Zorg dat dat open is. Je mannelijke collega's, non-binaire collega's en iedereen van... als het systeem je tegenwerkt, dan zorgen wij gewoon dat het bottom-up... dat we daar goede stappen in kunnen zetten, hopelijk. Dan gaan we door naar het volgende onderwerp, meer diversiteit. Met Melke Imane, April Ranshuizen en Iman Nadief. Goedenavond allemaal. Goedenavond. We hebben te maken, als we het hebben over feminisme, intersectioneel feminisme, met ongelooflijk veel factoren die meespelen in de samenleving. We hadden het net natuurlijk over geld en over onderhandelen. Hoe een vrouw wordt gezien die wil onderhandelen is anders dan hoe een vrouw van kleur wordt gezien die wil onderhandelen. Het is heel veel. En ik hoop dat we in dit gesprek, we hebben natuurlijk maar 15 minuten... Maar ik vind het toch zo interessant om van jullie allen te horen hoe jullie staan nu in de status van Nederland, de status van de politiek, de stappen die GroenLinks aan het maken is, et cetera. En Iman, jij bent voor GroenLinks bestuurslid met de portefeuille diversiteit en inclusie en externe relaties. Hoe gaat het ermee? Hoe zit het ermee en wat gebeurt er? Nou, ik ben eigenlijk vorig jaar begonnen en precies tijdens de coronacrisis. Dus ik heb heel veel van achter een camera moeten doen. Maar het is heel erg mooi. We zijn eigenlijk begonnen met een onderzoek vorige zomer met Bureau Echo. Met betrekking tot diversiteit en inclusie binnen de partij. Want we wilden echt een externe partner daarin hebben die echt naar ons kan kijken van oké, wat doen we goed? Als ik kijk naar bijvoorbeeld vertegenwoordiging van vrouwen binnen de partij, dat gaat hartstikke goed. Maar als het gaat om diversiteit met betrekking tot dus bijvoorbeeld mensen met een biculturele achtergrond, dan doen we het minder goed. En wat moeten we daaraan verbeteren? Maar ook het stukje inclusie. Dus niet alleen van oké, hebben we de representatie goed, maar hebben we ook een soort van cultuur die ervoor zorgt dat mensen ook behouden blijven, dat ze ook zich echt willen inzetten binnen GroenLinks en dat we ook begrijpen de problemen waar zij tegenaan lopen. Dat wij daarvoor de juiste voorzieningen hebben. Kijk maar naar de hoeveelheid doodsbedreigingen die politici krijgen. Nou, vrouwen van kleur, als ik kijk naar Serpil Atis, als ik kijk naar Kauthar, als ik kijk naar mezelf ook. Daar heb je toch andere voorzieningen voor nodig en andere steun. Dus dat zijn allemaal dingen die we nu oppakken het afgelopen jaar. Toevallig gaan we deze maand binnen het partijbestuur de aanbevelingen doornemen. En zullen we dat ook binnen de partij bespreken. We hebben een diversiteitsleerlijn met
16 deelnemers, een soort van teach the teacher, dus dat iedereen elkaar kan coachen. Dat, daar zijn we mee bezig intern en de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Ik roep ook echt iedereen op, als je iemand kent, stimuleer ze zeker om te solliciteren en neem ook vooral contact op met lokale afdelingen. We hebben daar oriëntatiedagen voor georganiseerd, lokale afdelingen. Ik heb zelf dat gedaan, want ik ben ook raadslid. Aan trainingen van hoe word je gemeenteraadslid en wat betekent het. In Amsterdam heb je traject 2022 waar heel veel mensen aan meedoen. En dan kijken we ook echt naar diversiteit. Oh ja, wat ik wilde zeggen was dat we ook kijken naar regionale diversiteit. Dus dat we ook ervoor zorgen dat de kennis en de tools die nodig zijn ook in andere gemeentes. Want bijvoorbeeld in Amsterdam die heeft een fractiebureau en die heeft ondersteuning. Maar dat geldt niet overal. Soms heb je plekken waar maar één raadslid aanwezig is. En die heeft al zoveel werk te doen. En zo'n bestuur, dat is ook vrijwillig. Dus we hebben bijvoorbeeld Team Lokaal. En daar proberen wij ook zoveel mogelijk kennis en tools mee te geven aan afdelingen. Dus dat is iets waar we druk mee bezig zijn binnen de partij. Ja, Wilka, jij gaf net ook aan, heel goed bij het gesprek over medische zorg, dat die intersectionaliteit als het gaat om het gesprek van vrouwen en vrouw zijn, maar ook vrouwen van kleur zijn. Zou je ook meer kunnen vertellen over hoe je dat ervaart binnen GroenLinks, maar ook binnen onderwerpen als ontwikkelingssamenwerking en migratie? Ja, zeker. Ik zeg altijd, ik ben een political newbie, maar ik ben ook een beetje een GroenLinks newbie. Dus tot zover gelukkig alles wat ik vertel, of als ik alles waar ik zeg van, nou, dat kan misschien iets inclusiever of iets dergelijks, wordt dat altijd heel erg fijn van harte genomen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Als ik kijk, zeg maar inderdaad, ik heb afgelopen jaren vooral veel met migratie- en integratievraagstukken bezig gehouden. En nou ja, toen ik bijvoorbeeld werkte bij het COA of bij de gemeente of nou ja, ook in Italië, toen dacht ik, best wel bijzonder eigenlijk dat hier op beleidsniveau of iets dergelijks, dat er eigenlijk niemand met een biculturele achtergrond daar aan de beleidstafel zitten. Terwijl we hebben het dus over integratie, dus mensen die vanuit een ander land hier naar komen. Dus hoe belangrijk die expertise wel niet is om echt maatwerk te realiseren, zie je ook hier weer. Dus net zoals dat het zo belangrijk is dat vrouwen ook, hè, wat dokter Maas net heeft aangegeven, vind ik het ook met dit soort thema's, eigenlijk met alle thema's, dat ook deze ervaring hierin wordt meegenomen. En omdat ik dat zelf dus heel erg miste, dat cultuursensitiviteit eigenlijk binnen dit beleid, ben ik dus zelf 5 jaar geleden een stichting gestart. En maar dan is het wel, hè, dus dan start je dat om awareness te vragen en dat soort dingen. Maar dan moeten de andere organisaties op een gegeven moment ook wel meebewegen. Want anders word je elke keer voor jouw expertise word je dan even ingezet. Maar dan, nou ja, wordt niet in bed binnen de standaard organisaties, zeg maar. Dus dat is echt wel, ik vind het heel belangrijk. Ik vind het heel mooi als we iets samen starten. Maar dan moet de rest ook, zeg maar, meegroeien. Want anders, ja, blijft het zo hapsnap een beetje. Dus dat is een beetje wat ik merk. En dat heb ik ook met ontwikkelingssamenwerking. Als je dan kijkt hoeveel er wordt opgezet, bijvoorbeeld op het Afrikaanse continent of Aziatische continent, dan denk ik, ja, waarom zitten daar ook weer niet Nederlanders met een Afrikaanse achtergrond of een Aziatische achtergrond, om ook hier weer mee te denken over een bepaald cultuursensitief, nou ja, ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Dus Ik ben echt onder de indruk van de dokter, of de, ja, ik kan niet meer praten, de presentatie net. Omdat dit is echt toe te passen op alles. Hè? Dus hoe belangrijk dit stuk is, is het eigenlijk in heel veel stukken zo belangrijk en verklaart waarom diversiteit belangrijk is. Want ik moet nog heel vaak uitleggen, ja maar waarom? Of waarom kleur? Of waarom moeten er meer mensen die op jou lijken de kamer in? Waarom zou ik dat niet voor jou kunnen doen? Of iets dergelijks. En nou ja, ik hoop dat we de presentatie krijgen. Het scheelt mij heel veel praten, denk ik. Ja, want we hebben het over hele grote thema's. Maar aan het eind van de dag hebben we natuurlijk ook over kleine situaties. Zoals mijn excuses aan Nevin, wiens achternaam ik verkeerd heb uitgesproken. Want zoiets gebeurt heel vaak. En dat stapelt zich op. En dan met mailtjes. En dat iedereen's letters helemaal door elkaar worden gegooid. En dat soort dingen. En we zijn het gewend. Ik bedoel, mijn achternaam heeft elke alliteratie wel een keer gehad. Zo ongeveer. Maar het verschil is natuurlijk, kijk, we begrijpen dat sommige achternamen zoals Jansen en Pietersen makkelijker zijn om in één keer op te zeggen. Maar het verschil is natuurlijk of je die correctie dat je accepteert en dat je dan doorgaat. Of dat achternamen, voornamen, identiteiten, culturen als grapje worden gebruikt om een onveilige situatie te creëren. En ik vraag me ook af in jouw werk, Imen,
Hoe zit dat met GroenLinks? Hoe werkt GroenLinks nu actief om een veilige en open situatie te maken voor nieuw talent, voor de mensen die al zijn? En hoe we naar een betere omgeving kunnen gaan voor Kamerleden? Want je zei ook net ook dat bepaalde bedreigingen, onder andere met Kousa, dat vergt een andere expertise. Nevin, je hebt je vinger nog. Nou, ik ben een van de eerste zwaar bedreigde Kamerleden. Dus omdat ik toen mee had meegestemd over de Armeense genocide, waar ik volledig achter sta. En door te doen van DENK is daar heel grote bekendheid aan gegeven in de Turkse grote media. En we werden uitgemaakt, dus Kamerleden met een Turkse achtergrond werden uitgemaakt voor landverraders. En dat is vrij heftig. En wat ik toen heb gemist is dat een gevoeligheid vanuit de partij, van dat je weet, je zou eigenlijk moeten weten, zodra het woord genocide valt, dan weet je dat, dan heb je met een zeer conflictueuze situatie te maken. En de bedreigingen kwamen en noem maar op. En ik en Zini die zaten eigenlijk een beetje heel, heel erg eenzaam dit alles te verwerken. En zonder dat onze collega's doorhadden, hey, er is hier echt iets aan de hand. Dus als het gaat om niet alleen binnenhalen, je politieke werk kan behoorlijk persoonlijke impact hebben op je leven. Dus die gevoeligheid moet er toch ook zijn. En ook eens een keertje, wat betekent dat dan? Hè, voor de rest van je werkzaamheden. En ik zou lans willen breken, zeker binnen GroenLinks, om meer aandacht hiervoor te krijgen en ook te ontwikkelen. En niet te zeggen van, oké, dat was een incident, we hebben het nu weer gezegd, we hebben het erover gesproken, zand erover, tot aan de volgende incident. Daar zou ik echt van af willen. Ja, andere achtergronden, andere contexten, andere gevolgen van het doen van je werk natuurlijk. April Ranshuizen, jij zet je in voor mensen in de Kamer met een beperking. Ik wilde nog de vraag beantwoorden. Sorry. Ja, iemand, ga. Dan ga ik naar jou, April. Ik wil even de vraag beantwoorden, want dat hebben we gezien bijvoorbeeld ook met Serpil, wat zij over zich heen heeft gehad de afgelopen weken, naar aanleiding van haar uitspraken. Zij is iemand die zich echt inzet voor de Koerden, niet alleen hier in Nederland, maar overal ter wereld. En dat heeft haar heel veel kritiek opgeleverd, maar ook doodsbedreigingen. En wat wij juist proberen te doen, is dat ze weet van wij staan om haar heen, wij supporten haar. En dat ze daarin ook hulp krijgt. En dat ze ook binnen een landelijk bureau, maar ook het landelijk bestuur. Maar ook dat iedereen begrijpt wat dat betekent. Want dat is niet altijd voor iedereen heel duidelijk. Sommige conflicten, hè, als het gaat om racisme of seksisme, is het heel erg duidelijk van dit is waar het over gaat. Maar bijvoorbeeld het voorbeeld wat Nevin net aanhaalde, of waar Serpil mee te maken heeft, dat ligt veel meer complex. En er zitten heel veel andere aspecten aan. En daar is wel bepaalde kennis en kunde nodig. En daarom vinden wij het ook heel erg belangrijk dat er goed geluisterd wordt. En dat we ook onze kennis daarin verbreden. Dat is heel erg belangrijk. En begrijpen wat die complexiteit rondom dit soort onderwerpen, wat dat inhoudt en wat voor grote gevolgen dat heeft voor mensen. Dat is wat ik er nog aan wilde toevoegen. Fijn om te horen dat daar stappen in worden gezet ook, zodat iedereen zijn werk veilig kan doen en met genoeg steun ook. Want het zijn belangrijke stappen die worden gezet. En de meest gevoelige debatten zijn de debatten die het belangrijkste zijn om te voeren vaak. April, jij zet je in voor onbeperkt meedoen bij het ministerie van VWS en bij ieder tussen haakjes in. En dat is het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. De Tweede Kamer is op dit moment niet toegankelijk. Zeg ik dat goed? Gewoon letterlijk, sommige mensen kunnen gewoon niet naar binnen. Nee, dat zeg je niet goed. Wat wel zo is, en dat... Ik heb natuurlijk, toen ik hoorde dat ik zo hoog op de lijst stond, heb ik er meteen werk van gemaakt om even een bezoekje te brengen. Ik ben al vaak in de Tweede Kamer geweest, maar als bezoeker. Wat je heel vaak ziet is dat, en dan heb ik het even over deze vorm van fysieke toegankelijkheid, hè, want er bestaan heel veel vormen van toegankelijkheid. Dat je in de plenaire zaal bijvoorbeeld, hè, dus waar je echt moet werken, daar zie je heel vaak dat de publieke ruimtes wel toegankelijk zijn, maar de binnenruimtes, zoals ze dat noemen, niet. En dat is in dit geval ook, ik kon er wel in. Maar er werd eigenlijk van tevoren gezegd, ja, kijk maar even door die glazen deur. Je ziet daar gewoon al die stoeltjes, daar achter halen we een stoeltje weg en dan kun jij er met je rolstoel gewoon bij. En eigenlijk
Ik heb echt 25 minuten mijn best moeten doen om überhaupt daar naar binnen te mogen, om te mogen kijken. Omdat ik al wist wat er ging gebeuren. Namelijk, elke situatie is natuurlijk uniek en ik kan daar helemaal niet tussen. Dus er moet, ik kan ook niet bij de microfoon of bij het sprekersgestoelte. Dus dat is maar goed dat ik dat had gedaan, zodat ze zelf ook even dat inzicht hadden. Goed, het gaat in dit geval natuurlijk niet om mij. In dat opzicht denk ik, nou ja, laat het dan maar even niet toegankelijk zijn. Dan kan ik er mooi even media aandacht voor vragen. En dan kan ik ook mijn punt maken, zeg maar. Maar wat ik belangrijk vind, ik wil eigenlijk eerst nog zeggen dat ik net het verhaal van Iman, hè, ik ben namelijk een van die gelukkige mensen die van die 16 deelnemers die heeft meegedaan aan die trainingen door die sollicitaties heen gekomen. Dus ik vond het echt supergoed. Dus als er nog een kans komt, dan raad ik iedereen aan om je daarvoor aan te melden. En of ik nou wel of niet in de Kamer kom, ik zal me daar binnen GroenLinks hard voor blijven maken. Dat gezegd hebbende, wat ik heel belangrijk vind is, je hoort nu ook, hè, eigenlijk de afgelopen anderhalf uur, we hebben het over gender, culturele achtergronden. En wat je bijna nooit hoort als het gaat over diversiteit en inclusie, in hetzelfde rijtje mis je eigenlijk altijd mensen met een beperking of mensen met een chronische ziekte. We hebben 3 miljoen mensen in Nederland die hebben een levenslange beperking of een hele langdurige chronische ziekte waar ze dagelijks gewoon echt last van hebben die impact heeft op hun leven. En dat kan van alles zijn. 3 miljoen mensen, dat is 15% van de Nederlandse bevolking. En toch zijn die mensen bijna onzichtbaar. Dat zijn mensen die vaak al... Nou ja, je kan niet even met je tractor op het Malieveld gaan staan. Ze zijn bijna onzichtbaar in de media. Onzichtbaar in de politiek. Dus laatst een onderzoek gedaan vanuit het ministerie. 0,5% van de mensen in de politiek heeft een beperking. Dus ja, dat is echt gewoon onzichtbaar. En ik denk juist, en als je nu ook ziet, hè, de laatste jaren zie je langzaam wat meer mensen met een zichtbare beperking. Want er zijn natuurlijk ook nog allemaal verschillen tussen in de media. Maar dan heel vaak gaat het dus dan wel om die beperking. En niet zozeer om die persoon, wat die kan, want het is allemaal heel bijzonder. Hè? Het is heel bijzonder. Stel dat we in één keer een weerman of weervrouw zouden hebben met één arm of één been. Daar zou heel Nederland het daarover hebben. Irma Sluis, de tolk gebarentaal. Dat werd een hype. Mensen vonden het of geweldig of ze haten het, want het leidde af. Maar het is toch van de zotte dat we anno 2021 mensen, wat zijn het, bijna misschien 800.000 mensen geloof ik, die zo'n tolkgebarentaal nodig hebben. Dat we dat gewoon niet eens hebben in Nederland. Dat we mensen buitensluiten van die communicatie. Dus je ziet dat hier nog heel veel werk aan de winkel is. En ik herken ook wel dingen die net allemaal gezegd zijn eigenlijk. Hè? Want toevallig, vlak voordat deze uitzending begon, keek ik nog even op Twitter. En toen zag ik aan de ene kant een hele fijne tweet. Iemand die zei waarom die op mij ging stemmen. Waarop een andere persoon reageerde van, ja, hallo, maar om goed over gehandicapten en in de zorg te kunnen praten, hoef je toch niet zelf een handicap te hebben. Dat is geen reden om in de Kamer te gaan. En daar heb ik dus ook op geantwoord. Je kan het terugzoeken. Ik ben fractievoorzitter in Nijmegen van de grootste partij. Ik doe dit al 8 jaar. Ik heb ruime politieke ervaring. Ik word gekozen omdat GroenLinks in mijn ervaren politicus zit die iets kan brengen. En mijn meerwaarde is dat ik namelijk iets onderscheidends meebreng in de Kamer. Namelijk dat ik mijn kennis en ervaring en een heel groot netwerk heb van mensen die echt snappen wat het is om te leven met een beperking. Dus dat is mijn meerwaarde en ik vind dat heel belangrijk, want de politiek moet gewoon een afspiegeling zijn van de samenleving. Dus dat is echt mijn pleidooi, daar moeten we keihard voor knokken en ik ben heel erg blij met GroenLinks dat ze daar echt in hebben geïnvesteerd, want we hebben een hele mooie diverse lijst. Ja, ik vind het echt... Ik wil zeggen ook wat weer kunnen toelichten over individuele toegankelijkheid en... En inderdaad, onzichtbaarheid van chronische ziektes en ook over representatie en hoe... Wat ik altijd heel interessant vind, is dat de ultieme representatie natuurlijk, dat het allemaal gewoon supernormaal is. Dus dat je het niet constant hebt over inderdaad, de weerman met één arm is gewoon een weerman en niet een weerman met één arm. Of de prestatrice en niet de prestatrice met een hoofddoek.
Wat kunnen wij doen als mensen die able-bodied zijn, mensen die neurotypisch zijn, om beter te praten en de discussie vrij te maken voor mensen vanuit de disability community? Nou, wat voor mij in de basis ligt, en gelukkig staan we er als GroenLinks ook voor, anders zou ik niet bij deze partij zitten. Het begint gewoon al in je kindertijd. Hè? Alles ligt aan die basis. Dus het begint al dat we alle kinderen gewoon samen naar school kunnen. Ik kom, en zo oud ben ik niet hoor, maar ik kom nog uit de tijd. Dat alleen maar omdat ik een spierziekte had, terwijl ik toen zelfs nog kon lopen, moest ik al naar een methielschool. Een speciaal onderwijs met alleen maar kinderen die een handicap hadden of ernstig ziek waren. Ik kon niet eens naar een HAVO-VWO, ook al kon ik dat qua intelligentie wel aan. Want ja, misschien red je het dan niet, weet je. Dat was heel betuttelend. Dus je wordt al gescheiden opgegroeid. Het gaat, in de afgelopen 15 jaar is het iets verbeterd, maar nog steeds gaan er heel veel kinderen met een beperking kunnen niet gewoon naar dezelfde school als hun kinderen uit de buurt. Dus wat je dan krijgt, is dat je leert ook niet van elkaar. Dat je groeit op in gescheiden werelden. Dus daar gaat het al gewoon mis. Want als jij samen op school zit, kan je gewoon samen in de pauze buiten spelen. Kan je na afloop samen afspreken. En als je wat ouder wordt, ga je misschien samen naar sport toe. Of kom je elkaar tegen als collega's op het werk. Maar wij zijn zo onze werelden gescheiden aan het indelen. En dat is dus nog steeds zo. Je wordt met een speciaal busje naar school gebracht. We hebben speciaal taxivervoer, want het openbaar vervoer is niet goed genoeg toegankelijk. We hebben speciale werkplekken, die moeten er soms zijn. Maar nog steeds is het heel ingewikkeld om, als je een beperking of een ziekte hebt, een aandoening waardoor je bijvoorbeeld minder energie hebt, om een goede baan te vinden of goed uitbetaald te worden. Dan kom je bijvoorbeeld in de participatiewet. Participatiewet is bedoeld als vangnet voor mensen die tijdelijk in de uitkering zitten, maar er daarna weer door kunnen gaan. Maar voor mensen die gewoon door hun aandoening hun hele leven bijvoorbeeld nooit meer dan 25 uur in de week kunnen werken, die blijven dus altijd op een armoedegrens zitten. Terwijl ze wel gewoon echt naar hun eigen vermogen alles geven wat ze kunnen. Is dat dan terecht, weet je? En ik ben ontzettend blij dat wij als GroenLinks dus heel erg kijken naar hoe kunnen we mensen op onderwijs, op wonen, op werk, op al die facetten waar we allemaal elke dag mee te maken hebben in ons leven, om daar te zorgen dat iedereen gewoon gelijkwaardig mee kan doen. En dat is dat plaatje wat mevrouw Maassen straks ook liet zien, hè, met die fietsjes. Daar gaat het om. Van, ga je iedereen diezelfde fiets geven of kijk je wat heb jij nodig om uiteindelijk dat te kunnen doen wat nodig is of wat wenselijk is of wat bij jou past en waar we in je kwaliteiten het beste benutten. Zeker. En mensen zijn ook geen last. De wereld maakt dingen lastig. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen dat weten. Ik zie dat de tijd opraakt hoor, maar ik zou nog wel even willen toevoegen. Want dit is belangrijk. Echt een van mijn speerpunten die ik ook de Kamer mee inneem. Ik wil namelijk die bewustwording creëren. En dat kan je op het landelijk platform beter dan dat ik nu lokaal heb ik ook al wat bereikt. Maar ik zeg altijd, klinkt als een flauw voorbeeld, maar heel duidelijk. Als ik ergens een gebouw in ga, omdat wij daar met z'n allen een mooie training hebben. En de training is boven. Bijvoorbeeld bij het landelijk bureau van GroenLinks, bij het oude pand. En daar zit geen lift. En dan is het, oh ja, ja, dat is iemand in de rolstoel. En ja, dat is wel lastig. Ja, dat is naar dat jij die handicap hebt. Maar als er wel een lift is, kan ik gewoon naar boven. Niks aan de hand. Kan ik net als mijn collega's gewoon de training volgen. Dus is het nou het individu wat afwijkend is en gehandicapt is? Of is het nou de omgeving, de samenleving zoals we hem inrichten, die maakt, in mijn geval, en voor veel mensen, dat iemand gehandicapt wordt? In het Engels heet het disabled. En disabled is eigenlijk een veel betere vertaling dan hoe wij het gebruiken, want dat is letterlijk, je wordt gehandicapt gemaakt. En dat is eigenlijk mijn pleidooi. We moeten dus zorgen dat we de omgeving anders inrichten. En dan kunnen veel meer mensen automatisch al meedoen. En ook de mensen met kinderwagens en met buggies en opa en oma's die in de rollator, met de rollator komen. Het is voor iedereen heel veel fijner als brieven in duidelijke taal zijn. En niet alleen maar voor mensen die laaggeletterd zijn of verstandelijke beperkingen hebben. Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is van de avond ook. Als vrouw, als je aan de onderhandeltafel zit voor je salaris. Jij bent niet lastig.
die nare vragen maken de situatie lastig. Jij met je rolstoel bent niet lastig. Het gebouw maakt alles lastig. En dankjewel voor alle sprekers. Dankjewel GroenLinks voor het faciliteren van deze avond. Iedereen stem 15, 16, 17 maart. En onthoud dat jij het recht in eigen handen kan nemen. En dat jij je eigen wereld beter kan inrichten voor jezelf. Maar ook iedereen om je heen. Dank jullie wel allemaal. En ik wens je een hele, hele fijne avond.